De Indiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Vijay Kumar Singh, heeft gisteravond een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desi Bouterse. Tijdens een kort onderhoud op het presidentieel paleis stond minister Singh stil bij het versterken van de betrekkingen tussen de beide landen. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons en de minister van Buitenlandse Zaken, Yildiz Polat-Biegel, waren ook aanwezig bij de gesprekken. Minister Kumar Singh had eerder op de dag een bezoek gebracht aan vicepresident Ashwin Adin. De relatie tussen Suriname en India dateert van 23 januari 1976. India heeft in 1977 haar ambassade in Suriname geopend.